De regering, in de persoon van vicepresident Ashwin Adin, heeft de EBS-directie opgedragen het daarheen te leiden dat de OGEM werknemersorganisatie Suriname, OWAS, meteen de werkzaamheden hervat. Het beraad moet volgens het schrijven van de vicepresident meteen worden opgeheven, zodat de rust wederkeert in het bedrijf. Van de directie wordt verwacht dat zij hierna samen met de OWAS een aanvang maakt met het treffen van die maatregelen die noodzakelijk zijn om het bedrijf wederom gezond te maken. Omdat dit naar zeggen van de VP een ieder ten goede zal komen. Bij continuering van het beraad zal de directie onmiddellijk dienen over te gaan tot het gezond maken van het bedrijf. Immers, door het wekenlang beraad van de OWAS is wederom bevestigd dat het bedrijf onder andere te kampen heeft met overtollig personeel, wat niet bevorderlijk is voor de efficiënte bedrijfsvoering. Aldus de vicepresident. De aandeelhouder heeft zich geruime tijd beraden over de ontstane situatie bij de EBS, waarbij de EBS-werknemersorganisatie, OWAS, vanaf 17 augustus 2016 in beraad is. Diverse interventies door de regering om tot een oplossing te geraken hebben helaas niet het gewenste resultaat opgeleverd, met als gevolg dat er thans geen onderhandelingsruimte meer is. Het beraad van de OWAS kan echter niet langer worden gedoogd, omdat het extra hoge kosten met zich meebrengt die het bedrijf vanwege de financiële situatie waarin zij zich thans bevindt niet langer kan dragen. De meningen zijn verdeeld over dit schrijven. Critici zien het als een bedreiging om werknemers te ontslaan en weer anderen ervaren het als een ferm standpunt om een eind te brengen aan het wekenlange beraad van de OWAS. De bond, die nog steeds een persstilte huldigt, zal morgen een eind hieraan brengen. Na de algemene ledenvergadering zal de voorzitter uitgebreid de pers te woord staan over de ontstane situatie.